Aloha, tarotonthulling. 3, 2, 1. En ik heb je kaart uitgekozen. Anders passeer je hem even. Dan adem je me in en uit. En dan voel je in. Is het kaart 2? Is het kaart 3? Is het kaart 1? Het wordt ingefluisterd. Als het gaat gillen, is het angst. Goed. En dan ga ik het zo vertellen over de kaarten. Vandaag, de maan is in de stier. De zon is in de leeuw. En het is bijna maagdseizoen. Heb ik zin in. Mijn seizoen. Dus vandaag is het gewoon easy. Slow down. Rustig aan. Goed mediteren. Lekker eten. Het is een aardeteken. Misschien, aangezien de stier echt heel erg standvastig is. Misschien kun je vandaag een goed besluit maken. Van gisteren naar vandaag. En dan vastberaden de eerste stap maken richting iets heel nieuws en moois, want we hebben vandaag de onderste kaart, de wereld. Einde van een cyclus, of einde van een gekte in je hoofd, dat je denkt, oké, nou laat ik het los, gewoon. Ik ga het maar eerder op de, dit is ook de steenbokkaart, volgens mij Saturnuskaart. Een karmische iets of iets wat je heel lang hebt laten slingeren, zie je dat? En nou kun je misschien met je beide benen op de grond komen, wat nuchterer. He, omdat je de illusies hebt losgelaten, want de libellen die verschijnen vandaag. De waarheid ligt achter de illusies, dus wanneer je die illusies laat vallen, kom je op de wereld staan met beide benen en misschien krijg je een andere uitzicht. En dat kun je doen door gesprekken. Je mag je eigen tarotkaarten leggen, je mag in gesprek komen bij mij, he, via Skype, alles is video, of je gaat langs mijn collega's. Maar je zoekt voor heelheid, want dit is een eindpunt. Dus he, een nieuw begin. He, dit is ook de kaart dat misschien heelheid is gekomen of gaat beginnen. Ja. Of je gaat op wereldreis, of je gaat op reis, of je komt net terug van een reis en daardoor kun je nu een betere keus maken. Daar voel ik meer bij. Dat is het. Je hebt jezelf misschien ook trouw beloofd en je gaat openstaan voor iets nieuws. Eindpunt. Kijk eens. En de vader van de staven is hier. Is het weer de koning, de ram? Hij verschijnt elke keer, want er wordt gevraagd van jou om te manifesteren. Het is tijd om te manifesteren. We gaan richting de maand 9. Ja, zodat we weer in januari, februari iets leuks kunnen vinden. Dus kom met je beide benen op de grond staan. Hiel jezelf. Mediteer. Blijf goed eten. En stel de juiste vragen. Lees mooie boeken. En zoek hulp. Dat hoor ik ook echt. Want ik zie leuke kaarten hier. Heb je voor 1 gekozen, hè? Kijk, leuke cijfer. Bekers 5. Ken jullie deze kaart? Kijk, de paard. Hij kijkt naar beneden. Dit is de kaart van verdriet. Verdriet, ja. Onmacht hoor ik ook. Ja. Ik voel het ook. Verdriet en pijn. Misschien ook een gevoel dat je niks meer waard bent. Of iemand heeft je dat gevoel gegeven. Maar is dat niet een illusie? Want de onderste kaart is hier. Word nuchter en kom op beide benen. Ja, ik blijf het zeggen. Geef mensen geen waarde. Ja, je moet geen waarde geven aan mensen die waardeloos zijn. Ja, sorry. En als dan waardeloze mensen geven je een waardeloze gevoel. Mag ik het zo zeggen? En toch is deze kaart een 5 voor transformatie. En toch wil ik je zeggen dat hulp onderweg is. Een heel lief, goed vriendin, Mattie, zuster, een meelevend persoon, collega, die gaat je steunen. Die gaat je helpen om daar over die drempel in te gaan. Of hè, om je verdriet te leren loslaten en je pijn door te handelen, door een ritueel te doen. Volg me op TikTok, Mena's Magic. Hier ben ik mee bezig om mensen te helpen hun verdriet los te laten door rituelen te doen. Oh, ik vind het wel heel vervelend, nummer 1. Maar weet dat de steun hier is. En deze kaarten brengen mooie inzichten. Hè? Als iemand, of als je verdriet hebt of pijn door dat, omdat, toen, de tijd of nu gebeurt. Hierna krijg je echt momenten. De aha-moment is niet meer in. Het is meer van Want meestal weet je het. Het ligt in je onderbewuste of in je hart. Maar de ego
het denken neemt over. En dan loop je tegen de pijn aan. En pijn is meestal de eindpunt. Dat je denkt, nou, deze persoon heeft me zoveel pijn gedaan. Of, hè, daar moet ik mee stoppen. Daar word je nuchter van, joh. Ja. Nou ja. Aangezien ik tegen dieren met dieren kan praten. Deze paard, hè. Zie je? Dat betekent dat je ook heel paardenkracht hebt, zegt hij. Als jij nummer 1 hebt, ben jij net zo krachtig, net zo heilig. Het is een edel dier, hè? Net zo heilig. Alleen maar misschien draf je te veel. Gewoon te veel draften. Te veel. Dus je moet niet draffen. Je moet echt in beweging komen door echt te gaan lopen met je oogkleppen. En deze paard wil je echt wel laten weten dat het helemaal goed komt. En dat... Er is genezing onderweg. Dat alles is tijdelijk. Deze droefenis is tijdelijk. Healing is onderweg. Ja, dat zegt de paard. Het is time to transform. Ja, breng het pijn naar het licht, aan het licht. Door je waarheid te vertellen, door het van je af te schrijven, door rituelen te doen. Door scrub, zout, therapieën, masterclass te volgen online, mooie boeken. Maar doe iets om die droefenis los te laten, verdriet, de pijn. Misschien heeft het ook wel met rouwen te maken. Rouw om een relatie, hoor ik in mijn hoofd. Maar kan ook dat iemand is overleden. En dat maakt het je heel verdrietig. Maar ja, ik ken het. Ik zit nog steeds in rouw. Ik ben al 20 jaar aan het rouwen. Dus het komt en het gaat. Maar weet wel dat allemaal mooie mensen onderweg zijn om je te helpen, anders naar te kijken. Maar zet je hoofd alsjeblieft omhoog. Kijk omhoog. Niet meer zo over straat lopen en naar beneden kijken, want dan zie je de uitweg niet. Ik hoop dat je nu omhoog gaat kijken en dat je links en rechts kijkt, zodat je dan ook meer uitwegen ziet. En dat heeft ook te maken dat je het gaat bespreken met iemand. Ja, in een relatie is misschien is het uit. Misschien heeft degene met je uitgemaakt. Of je bent verdrietig omdat je het uit gaat maken. Hè? Want het is een eindpunt, het is klaar. Een cyclus is voorbij. Die voltooiing van die reis. Jij denkt, ja, want het heeft te veel pijn. Je gaat voor heelheid. Ja, maar denk aan je eigen aandeel. Wat deed jij toen die, hè, wat deed jij in de relatie, zodat je dat niet meeneemt naar de volgende relatie. En als het om de rouw gaat, neem de tijd. Lees mooie boeken erover. Ik heb ooit een heel mooi boek gelezen van Gluren de doden als we douchen. Een van de mooiste boeken ever. Ik lees zoveel boeken, maar die zoveel indruk op mij gemaakt, omdat het zo goed werd uitgelegd. Over de dood en over de hemelen en over kinderen die overlijden. En hoe God het werkt over de zielenkamers en hoe dan ook. En dan misschien ken je dan degene je overleden dierbare. Ken je misschien dan voor jezelf een mooi verhaal. Hè? Door informatie, door weten. Het sneller een plek geven. Zullen we dat afspreken? Want ik herken het. Alle mensen die het meeste van me hielden op aarde, die wonen allemaal in de hemelen. Ja? Dus zie je eigen aandeel voor de groei, ook tijdens een rouwproces. Ja? Dat je niet te lang ook in blijft hangen. Want ik blijf zeggen, in de rouw zit er ook heel vaak egoïsme in. Weet je wel, what about me? Dat had ik vooral met naar mijn zus toe. Dus ik wens niemand dat, want dan blijf je te lang in hangen. En heeft het om liefdesverdriet. Maar het gaat over op het moment dat je stappen maakt, daarover gaat praten. En vooral toegeef aan jezelf. Ja? Dat werkt. Toegeven. Oké, dat was het nummer 1, 5. Transform. En dan hebben we 2. 2. Kijk eens, de nieuwe maan. Je hebt zeker een intentie geschreven met de nieuwe maan. En dan wil ik je laten weten als je voor 2 hebt gekozen. Bekers 9, je bent tevreden. Je bent tevreden met het werk wat je hebt gedaan of tevreden waar je staat. Heb je voor 2 gekozen? Je denkt, man, ik ben helemaal niet tevreden. Nou, het is onderweg, vriendin of Mattie. Het is onderweg. Ja, de tevredenheid is onderweg. Is een 9 sowieso ook een voltooiing. Je hebt veel bereikt. Of het is onderweg. Je dromen worden werkelijkheid. Ik vind het zo leuk. Of het snappen dat het geluk binnen jou is. Dat is al een innerlijk geluk. Dat je niet buiten jezelf moet zoeken. Ook niet liefde of ruzie zoeken. Niks buiten. Gewoon... Me, myself en I, de gesprek aangaan en alle 3 in 1 brengen. En dan word je wel tevreden van binnen. Dan voel je dat. Dan heb je een mooie hartslag, rust, vrede. Ja, mooi. Innerlijke rijkdom.
rustige mind. Dat zie ik. Je emoties in balans kunnen brengen. Misschien heb je ook een duik in de zee genomen. Zo niet, neem een duik in de zee. 3-1 toen ik het zei. Om je dromen in werkelijkheid te brengen. Of op aarde. Maar in ieder geval, deze kaart zegt, je dromen worden werkelijkheid. Of ze zijn het al. Totdat je naar binnen bent gegaan door je ontdekking. Dus je zult heel tevreden zijn met het resultaat. Of je bent het al. Hè? Op het moment dat je me tegenkomt en je hebt voor 2 gekozen. Vind het heel leuk. Dus blijf wensen. Blijf je intentie plaatsen met een nieuwe maan. En dan met een volle maan ga je dingen verbranden. Ga altijd met de maan mee. Elke maan de nieuwe en de volle maan. Je hebt de afnemende, de wassende. Ze hebben allemaal een prachtige energie om hier op aarde mooie dingen te bereiken. En weet je, dat doe ik. Ik ga altijd met de 13 manen mee. Doordat ik met de 13 manen meega, ben ik echt gaan leren money te investeren. Door de manen, de energie te ontdekken. Door ook de geduld. Door de manen heb ik echt waar geduld geleerd en de kracht van niets doen. 11-11. Echt waar. Heel mooi. In ieder geval, of je hebt iets afgerond, ook qua werk, relatie. En je gaat het nieuw ontdekken, maar je weet ook dat je dat binnen in jou moet doen. Leuk, je hebt een glimlach. Het is oké, hoor ik. Het is allemaal goed. Tarot onthulling van verleden week. Vergeving. De zinnige reactie hier op aarde. Ah, ik voel hem. Dan heb je het gelijk afgerond. Dan heb je gelijk die illusie losgelaten. Prachtig. Mooi. In het liefde, ja. Misschien heb je je vrijgezellenleven opgegeven om met iemand erin te gaan. Somebody special. Makes you feel. Het heeft, laat je een 9 voelen. Dan denk je, ach. Met dezegene wil ik wel de reis maken. Vind ik leuk om te voelen. Leuk. Ik hoop ook echt dat het zo is. Gewoon, je laat gewoon heel die single bestaan voor somebody. Of je zit ook in een relatie, maar je rondt het netjes af. Ga ik vanuit, want het water is heel stil door. Heel eerlijk en open, zodat je iets nieuws mag aangaan. Hè? De ware liefde. Lessen zijn geleerd. En dan openstaan voor iets nieuws die heel goed bij de nieuwe jou past. In ieder geval, je hebt veel ontdekt binnen jou. En dat maakt je tevreden. Dat geeft mooie resultaten voor de aankomende tijd. Je begrijpt jezelf beter als ik dan dit ook zie. Je weet dat de emoties komen en gaan. En je weet ook dat je moet handelen om je emoties een plek te geven. Ja? Voltooiing. Afgerond. Nieuwe relatie. Ja, het is uit. En je gaat nieuwe iets aan. Of je was vrijgezel en jij denkt, voor niemand anders deed ik dat, maar voor dezegene zeg ik. Ik ga ervoor. Ja, dan laat je dat single life gaan. Heel leuk. En nummer 3 vind ik ook helemaal leuk, want we hebben hier de stapel 8. Zie je die bliksem hier in kleuren? Ik vind deze kaart zo mooi, want ik heb het ooit in mijn hoofd gezien. Als ik stapel 8 zie, zag ik dat eigenlijk alles in één lijn stond zo. Dus dat betekent dat het in één lijn staat. Dus dat betekent dat waar je over nadenkt, kan nu gebeuren op het moment dat je me ziet. Of het is nu in beweging gezet. En onderschat het niet, want vandaag is ook 18, 8 is 9, 8. Kijk dan, de 9, de 8 is weer. En de 5 om te transformeren. Kijk, damn, wat een good, good day vandaag. We gaan de karmische afronden. De lijn, de leeuwenpoort is afgesloten. En ik denk dat veel mensen hunzelf beter zijn gaan begrijpen. Dus de verrassing, de beweging is hier. De oplossing vinden van het probleem. Heb je gevonden, het staat allemaal zo. En het staat op je te wachten. Of het komt binnenkort zo naar je toe. Ik zie het ook echt. Iets wat echt vanzelf op je afkomt. Iets wat je misschien jaren geleden over hebt gedacht. Of maanden geleden. Je hebt het losgelaten. Doordat je het loslaat, komt alles in een rechte lijn te staan. Of in een cirkel of in een driehoek. Een rechthoek. Maakt niet uit welke vorm voor jou bestemd is. Pentagram. Want ik zie allemaal vormen. Dat is onderweg naar jou, nummer 3. En het gaat veel sneller dan je zou denken. Het komt gewoon zo op je af. Het is al, ik
Ik zie het, het is in werking gezet. Je hebt het echt gemanifesteerd vanuit je hart. En je hebt ook de kracht geleerd van geduld. En je hebt je teruggetrokken en je bent verder gegaan met dat wat je nodig hebt en wat je moet doen. Verantwoordelijkheden. Ik vind het zo leuk om dat echt te zien. Ik zie het allemaal in mijn raam hoor, daarom kijk ik. En het regent. Het is good energy. Dus in ieder geval, goed nieuws is ook onderweg. Leuk om die in lijn te zien. Ook voor jullie. Voor degene die drie hebben gekozen. Verlassing. In ieder geval, het vinden van die probleem gaat zo wam. Omdat je het begrijpt. Het komt zo binnen. Tjong, tjong. We gaan de maagdenseizoen in. Dan hebben we geen tijd. Geen tijd, je kent het. Geen tijd. We hebben geen zin meer om te brullen. Van de leeuw. Daarom zijn we aan het afronden. We hebben al gebruld vanuit onze hart. We hebben, hè, want het leeuw is dat hart. De lions. Dus we hebben dat allemaal ervaren. We zijn even teruggegaan in de tijd naar Oud-Egypte. Om de nieuwe jij hier te vinden in deze tijd. En kijk eens, papa. Nummer 3. Ja? En in de liefde ineens. Ja. Zie je dat? In kleur. En het, dat je denkt, zo. Liefde op het eerste gezicht. Het komt zo ineens binnen. Ga je uit of sta je in de Jumbo supermarkt. Bij de markt. Je doet een wandeling. Ineens zegt iemand, hallo? Want alles is in één lijn. De chakras. Hoofd. Lichaam en geest in één. Oh my god, de moeder. De dochter en de jungle zijn één geworden. Voor nummer 3. Wat mooi. Liefde op het eerste gezicht. Nieuwe flirt. Iets wat gaat gewoon nu gebeuren. Vandaag, nu, het moment dat je het ziet. Superleuk. Superleuk. Nou, kom met je beide benen op de grond. Steek kaars aan. Zie je? Rust. Easy, easy. He, want de stier is eigenlijk ook een... Boeddha is eigenlijk een stier, volgens mij. Want, ja, die is van Venus. Ja, 8 mei. Ja, dat is volgens mij een stier. Ja, Boeddha. Dus ga je in de Boeddha-stand. De stier. Ja, dus en manifesteer. Maar kijk eens, dezelfde kleur. Als hier zo met het staven 8. Komt heel snel de karmische eruit. We toch checken hier zo. Oeh, want de illusies hebben we losgelaten. De beker 7. Oh, wauw. We zijn aan het loslaten. Gaan we manifesteren. Beide benen op de grond. En dan bye-bye Felicia. Start over. We zijn bye-bye Felicia aan het zeggen. Voor dat wat niet meer dient. En het doet er ook nog eens mee toe als het familie is of vrienden, collega. We zijn aan het kiezen voor onszelf, want het is goed geweest. We gaan er nog een rondje maken met al onze kennissen hier op aarde, op deze mooie nieuwe aarde. En we gaan manifesteren met onze toverstokjes en vanuit onze hart. Geweldig. En vergeet mijn Judy's team niet om vaginaal te stomen. Ook voor de heren. Ja, de achter mag we ook stomen. Goed voor de tweede chakra. Helpt je om patronen door te breken. Maar ook heel goed voor na de bevalling. Ook heel goed voor de vrouw te ontspannen. Het is eigenlijk een ceremonie, zeg ik altijd, voor je tempel. Deze kruidenrijker zo lekker. De Cosmic Woman, zodat je je eigen bewustzijn kan verhogen. En echt allemaal mooie inzichten, ingevingen na zo'n stoombad. Hieronder gegevens kun je mailen en doe je adres erbij. Dan stuur ik hem meteen op. Yes, dan heb ik alles al gemeld. Gedraag je, ken je plek in de familieopstellingen, daarom zeg ik dat. En wees heel lief. Mooie dingen zijn onderweg. We gaan naar de 9e maand. Maar dan moet je wel vandaag, nu beginnen. Denk aan een nieuwe maan. En denk aan dat alles in één lijn staat. En toen stond alles stil. Bye bye.